Het ministerie van Openbare Werken komt binnenkort met een aantal maatregelen voor het vuilbeheer in de binnenstad. Minister Riek Nur Mohammed zegt dat in 2021 veel veranderingen zullen plaatsvinden op dit gebied. Ook komt er een ander beleid voor het onderhoud van bermen. De bewindsman wijst erop dat het de bedoeling is dat per 1 januari 2022 de veranderingen doorgevoerd moeten zijn. Buurten gaan zelf voor een bermen moeten zorgen. Resorten gaan zelf voor een wegen moeten zorgen. En dat gaan we allemaal in een jaar voorbereiden. We kunnen niet zo door blijven gaan. Op dit moment, gelooft u mij, alle strandwegen zijn bar slecht. Mensen zitten vast, kunnen niet gaan. Rioleringen ontbreken, dat is het voornaamste probleem. Rioleringen ontbreken in de wegen. Volgend jaar hetzelfde weer. Over 10 jaar hetzelfde weer. Dus OW kwam met een andere manier van werken. We gaan met duurzame oplossingen moeten komen, zodat dit zich niet meer voordoet. Met alle gevolgen van dit. Ook vuilophaal kan niet in die wegen rijden. Die trucks blijven vastzitten. Toch? Dus ik kan wel een schrebel sturen en zand gooien, maar ga geen oneindig zand in Suriname blijven strooien op wegen. Wij gaan dit jaar een pilotproject uitvoeren. Heel binnenkort krijgt de Raad van Ministers een pilotproject. Hoe we de vele zandwegen van een basiszandverharding gaan kunnen voorzien. Waardoor dit probleem in de toekomst kan verdwijnen op een heel goedkope manier. Dus dat is de oplossing voor de toekomst. Zo denk ik, zo willen we innovatie brengen in de problemen die zich structureel voordoen. De bewindsman haalde verder aan dat het ministerie dit jaar nog zal inkomen voor vuilophaal en het schoonmaken van bermen. De afdeling Openbaar Groen zal deze taak blijven vervullen in deze periode. Maar we gaan in die overgangsfase. Dit jaar, juni, gaan we de eerste overgangen zien. En 2022 moeten sommige dingen volledig afgestoten zijn naar particulieren. Het beleid gaat wel door OW bepaald worden. Maar de overgang gaat u in juni beginnen te merken. Dat was dus minister Riek Nur Mohammed van Openbare Werken. Hij laat weten dat er medio 2021 een ander beleid gevoerd zal worden voor vuilophaal en onderhoud van bermen.